Ja, voor Guus Hiddink is deze week een nieuw avontuur begonnen. Bondscoach van Curaçao. Na Nederland, Zuid-Korea, Australië, Rusland en Turkije. Zijn zesde klus als bondscoach. Eigenlijk zijn zevende. Want Hiddink was ook nog coach van China onder 21. Nu dus Curaçao. Toen ik een poosje geleden gevraagd ben, vond ik het heel apart. Ik ben een beetje rond geweest, maar ik was nog nooit in dit deel van de wereld geweest, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik vond het wel apart. Hiddink tekende eind augustus al een contract in Curaçao, terwijl het ontslag van zijn voorganger, Remco Bisentini, nog niet geregeld was. Afgelopen donderdag kwamen de Bond en Bisentini er in kort geding uit en kon Hiddink beginnen. Het verhaal gaat in de media in Nederland dat u oncollegiaal zou zijn. Nee, maar we hebben een erecode binnen het CBV, degene die er lid van zijn. Een erecode dat je niet meteen op de plek gaat zitten als het nog niet opgelost is. Nou, dit duurde maanden. En toen heb ik op een gegeven moment ook, omdat alles door moet gaan, heb ik Bisentini gebeld, Remco. En ik heb gezegd, joh, het moet duidelijk wel doorgaan. De jongens die moeten ook weer naar het volgende trainingskamp. Dat moet voorbereid worden voor het volgende. Dus maak het snel klaar. En dat is gelukkig dan ook nu gebeurd. En tot die tijd ben ik ook in de lute gebleven. Ja, en bent niet bang dat het een smetje op uw naam is, op uw blazoen? Die toch, Nee, ik vond niet dat ik partij was in deze. Ik ben daar niet gaan zitten in de periode dat het nog niet afgewikkeld was. Curaçao beschikte niet over een groot spelersarsenaal. En dus kijkt Hiddink naar Nederlandse spelers die voor Curaçao zouden mogen uitkomen. Die moeten na gaan denken, ga ik nog bij het grote Oranje terechtkomen, ja of nee, op korte termijn? Of is het zo dat ik moet gaan nadenken, praten, voelen, wil ik die andere stap gaan maken? Dat is aan hun. Maar ik waardeer eerst dat ze na gaan denken om te kijken wat ze nog voor Oranje kunnen betekenen. Nou. En helpt het dat u daarmee in gesprek gaat? Nee, we schilderen, maar dat weten ze zelf intelligent genoeg. Wij schilderen de weg die mogelijk is. Maar dat kunnen ze zelf ook goed over nadenken, hoor. Ondanks een nog niet volwaardige selectie zijn de ambities van Curaçao groot. Het doel is kwalificatie voor het WK van 2022 in Qatar. Is dat een ambitie die u realistisch acht? Spreek die ambities allemaal uit. Iedereen moet daar willen zijn. Alleen de stappen zijn natuurlijk erg groot. Je moet er nog via een eerste ronde, dan kom je weer een tweede ronde. Dan kom je nog met de grote Midden-Amerikaanse en Noord-Amerikaanse landen heb je te maken. Dus daar zijn nog wel een paar stappen te maken, eerlijk gezegd.